Ja, inmiddels is in de studio aangeschoven bij ons Hanneke de Winter. Welkom. Jij zit in het bestuur van het Vrouwennetwerk en die organiseert dit jaar de Internationale Vrouwendag. Voor de 10e keer. Voor de 10e keer alweer. Nou, dat beantwoordt dan direct mijn eerste vraag. U organiseert het in Leiden. En wat gaat er op deze dag op 10 maart gebeuren? Op zondagmiddag zijn we vanaf 1 uur open en we hebben een thema. We hebben ieder jaar een thema. Dat verzinnen we samen met verschillende vertegenwoordigers van vrouwengroepen. En dit jaar is heel erg belangrijk dat we 100 jaar vrouwenkiesrecht hebben. Actief en passief vrouwenkiesrecht. En rondom dat thema, dus eigenlijk dat je kunt meebeslissen, hebben we allerlei dingen georganiseerd. We hebben een spreekster. We gaan open. Waar gaat dit zich afspelen? Sorry, dat had ik moeten zeggen. Vanaf 1 uur zijn we open in de burgerzaal van het stadhuis. Ingang via de trappen op de Breestraat. En dan beginnen we met allerlei leuke dingen. Er is een groep uit de Kooi die gaat het thema uitbeelden met dans en muziek. Over allerlei verschillende thema's. Wat beslis je? Want het thema is wat jij wilt maakt het verschil. Dus dan laten ze in beweging zien en allerlei attributen hoe dat uitpakt. Voor vrouwen met name. Daarna komt professor Ariadne Smit. En die is hoogleraar op de Magdalene Moonstoel over de geschiedenis van Leiden. Die gaat iets vertellen over vrouwen in de geschiedenis van Leiden. En daarna is er een gesprek in ieder geval met Marleen Dame, de wethouder. En de andere drie wethouders hebben een videoboodschap ingesproken. Omdat natuurlijk, we hebben 4 vrouwelijke wethouders in Leiden. En we vragen ons af als vrouwennetwerk wat die nou voor verschil maken. In tegenstelling tot misschien mannelijke wethouders. Dus daar mogen ze een verhaaltje over vertellen. Dus dat het thema verleent zich vooral, gaat vooral over de wethouders? Nee, het gaat over wat jij wil, maakt het verschil. Dus wat de wethouders willen als vrouw voor Leiden is belangrijk. En als je kiesrecht hebt, dan heb je ook zekere verplichtingen. Namelijk om te stemmen, allereerste plaats vinden wij. Maar ook om te bedenken wat je belangrijk vindt voor vrouwen. Dus wat jij wil, maakt het verschil. En het begint klein. Soms begint het klein door alleen te beslissen dat je wil werken of niet wil werken. Maar dat je daar bewust mee omgaat. Maar soms ook in grote dingen. Dus door je verkiesbaar te stellen of je niet verkiesbaar te stellen. Door lid te worden van een sportclub terwijl je thuissituatie dat eigenlijk niet zo prettig vindt. Dus het is heel belangrijk voor vrouwen dat ze beseffen dat ze rechten hebben. En dat ze grootschalig of kleinschalig kunnen beslissen over hun eigen leven. En ik las ook net een nieuw flyer. Het gaat vooral over gelijkheid tussen mannen en vrouwen eigenlijk. Ja. Maar wat ik me dan afvraag, gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben een internationale vrouwendag. Ja. Waar is de mannendag? Dat weet ik niet, maar de internationale vrouwendag komt uit eigenlijk het internationale sociale beweging. Vooral in de communistische landen wordt het nog heel erg levendig gehouden. En dat is ook ongeveer 100 jaar geleden ontstaan. Omdat vrouwen toen helemaal geen rechten hadden. En natuurlijk, kijk, we hebben mannen nodig. Want als we als vrouwen meer plek willen hebben, zullen de mannen een beetje op moeten schuiven. En daarom moet je ook met de mannen in gesprek zijn. Maar 10 maart doen we dat niet. Dan gaan we gewoon alleen kijken wat vrouwen willen. En wat is er speciaal aan Leiden in tegenstelling tot andere steden? Nou, ik denk dat er in een groot aantal steden is er een internationale vrouwendag. Maar het vrouwennetwerk heeft van de gemeente de opdracht gekregen. We krijgen ook een stuk subsidie daarvoor. Om voor alle vrouwen in Leiden iets te organiseren. En dat lukt aardig, want er zijn Marokkaanse groepen die meedoen. Er zijn nu FEL, dat is een studentengroep die feministische evolutie Leiden, moet ik goed zeggen. We zijn allemaal jonge vrouwen. We hebben, je ziet het aan mijn haar ook, een groot aantal grijze vrouwen die hele emancipatie met zich meedragen. Er zijn meisjes van het Visser het Hoofd Lyceum die komen meewerken. Er zijn, er is een Afghaanse groep die doet een modeshow. Dus we proberen jong en oud en heel slim en misschien gewone vrouwen bij elkaar te brengen om zo inspiratie bij elkaar op te doen. En u zegt het is 10 maart? Ja. Omdat we alleen op zondag in het stadhuis kunnen. En 8 maart is de officiële internationale vrouwendag. Dat wordt ook groots gevierd in de socialistische landen. Ik was zelf een keer in Cuba op 8 maart met een reisorganisatie. En toen moesten de mannen allemaal opstaan, de vrouwen toezingen.
En ze de hele dag vrij houden. En dat gebeurde daar ook in de fabrieken die we bezochten. De vrouwen kregen gebak en die kregen langere pauzes. Dus de vrouwen worden dan echt op een voetstuk gezet. Ja, en stel nou, ik ben een vrouw in leiding. Ik denk, hey, ik vind het leuk om daarheen te gaan. Hoe moet dat? Hoe moet dat? Nou, je kunt gewoon erheen gaan. En bij de intree betaal je €2,50. Want er zijn alle hapjes en drankjes zijn verder gratis. Aan het eind van de middag wordt een klein schaaltje fingerfood gepresenteerd. Dat wordt door de Marokkaanse vrouwen gemaakt. Er zit baklava in en allerlei andere lekkere dingen. De drankjes zijn de hele dag gratis. En het eten krijgen we dus niet gesubsidieerd van de gemeente. Dus daar moet je iets voor betalen. En verder kun je dan binnenkomen. Dus het eerste gedeelte is algemeen in de burgerzaal. Daarna zijn er een stuk of 6 workshops. Eentje zelfs in het Engels. Omdat we ook belangrijk vinden dat buitenlandse studenten en expats mee kunnen doen in Leiden. Zodat we een zo inclusief mogelijk programma hebben geprobeerd te maken. Oké, okay, nou hartstikke leuk. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. Ja, ik hoop dat er veel mensen komen. Ook 's avonds. 94.7, Sleutelstad FM.